allemaal. Ik heb lang niet meer gevist. Maar gelukkig, vanmiddag heb ik weer tijd, zin en gelegenheid om een paar uurtjes op brasem te gaan vissen. Op het kanaal. Op een simpele manier. Ik heb een holglashengeltje bij me. Met een 3000 serie molentje met een hele goede slip. Het holglashengeltje is ongeveer 1¼ parabolisch en 11 voet lang. Uit 1970, dat is niet waar. Uit de jaren 70 is die. Ik denk eind jaren 70. Beetverklikker uit de jaren 80 heb ik bij me. Maar dit ga ik niet gebruiken. Ik gebruik een monkey climber. Die had ik willen laten zien, maar die ligt kennelijk nog in de auto. Ga ik even halen nu. Oh nee, toch. Ik sta op en ik vind hem hier. Ik ga met een zelfhaaksysteem vissen. Dus als hij zich haakt, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of hij loopt omhoog. En blijft gehaakt door het gewicht. Of hij komt naar me toe en dan zakt hij. En dan moet ik gewoon slaan. Gaan vissen. Hier. Mijn voertje is een simpel brasemvoertje, rechtstreeks uit de winkel, maar wel aangevuld met kokospoeder uit de toko en Saroma karamel puddingpoeder. Ik vis met mais aan de her. In principe twee maiskorrels, maar met daartussen een drijvend blokje wat langzaam oplost. Dat zou de truc moeten doen. Onder het talud. Meer niet. En één katapult mais. Meer niet. Bijvoeren kan altijd nog. Wat goed is, kom snel! Hele mooi gekleurde brasem. Van 52 centimeter. Geen enkele beschadiging, dat zie je niet zo vaak. Nou, binnen 10 minuten. Dat gebeurt ook niet zo vaak. Ga hem terugzetten.
Als je wil weten welk onderlijnsysteem ik gebruik, dan moet je even kijken aan het eind van deze video. Daar is een link naar een andere video. Overigens, ik vis niet met een baitrunner, dus dan moet je niet vergeten om je slip open te laten staan, want je weet maar nooit. Hetzelfde geldt bij het rekarper. Nog even voor de duidelijkheid, want ik geloof dat ik me net vergist heb. De hengel is uit de jaren 70, de monkey climber uit de jaren 80, de beetverklikker en de molen uit de jaren 90. Dat is de derde binnen 5 minuten, daar word ik niet blij van. Ja, dan was ik ongeveer een kwartier te laat. Nou, na 3 bootjes, 3 kwartier en een misser, toch weer een braaishapje. Niet zo groot als ik gewend ben hier, maar goed, blijft leuk. Op terugzetten. Ik heb 2 uurtjes gevist voor 3 aanbeten. Dat is niet spectaculair, maar wel lekker relaxed. Ik ben blij dat ik er even uit geweest ben. De volgende keer ga ik weer op karper of snoek vissen. Tot dan! Tijdens het opruimen. Oh! Oh! Is die wild? Tijdens het opruimen maak ik toch nog een prachtige vis van 60 centimeter. Ziet er ook weer heel gezond uit en goed gevoed. Mooie kleur, geen beschadigingen. Ja, wat wil je nog meer?
ga hem terugzetten. En ik blijf nog een kwartiertje, denk ik. Ik ben er toch. Het is inmiddels 4:30. Ik stop er nu echt mee. Want ik wil om 5:00 thuis zijn voor de borrel. Tot de volgende video.